Mijn aarde zijn nu vuil, hè? Dus ik ben een echte groene. Omdat ik een boer ben. En echte groene mannen, hè? Uiteindelijk zijn we hetzelfde. Want een boer zonder natuur is geen boer. Maar groene mannen hebben ook een boer nodig. De Kampuitse Heide is een geweldig gebied dat per definitie ja, boeren nodig heeft, een gebruik nodig heeft. Doordat de boeren van vroeger met hun schapen en hun koeien op de heide gingen, zo is dat landschap geworden wat dat is natuurlijk. Zonder dat daar begraasd wordt, gemaaid wordt, blijft die heide ja, nauwelijks in stand. Al die specifieke soorten van vogels, van insecten, reptielen, amfibieën, die raakten ook kwijt doordat je dat type natuur verliest. Hè. Voilà. Kom, Jacqueline. En dat is ook de reden waarom ik dat aangedurven heb om zo'n natuurgebied te doen als ik aan het zeiden. Hè. Want ik noem me eigenlijk zelf soms een koeienfluisteraar. Omdat ik, ik kan er behoorlijk goed mee omgaan, maar toch was ik dat de eerste keer dacht ik van, ja, ik kan die nou weer loslaten en ik krijg die nooit nog gevangen. Hè. Voilà mannen, we gaan starten. Dan gaan we doorrijden. Hè. Voilà. Dat is een mobiele tikker eigenlijk, die via een zonnepaneel heeft die stroom op raster. Dat de koeien niet ontsnappen natuurlijk. Een Herfordkoe, dat heeft echt geen maïs nodig, kan zelfs ook niet goed tegen maïs. Dat zijn echte natuurgrazers en een Herfordkoe, dat is een heel rustig gras. En ik ben op mijn rug geopereerd, ik ben minder mobiel, veel minder mobiel. En daarom ben ik die gaan houden. Dan ben ik ook op zoek gegaan naar natuuromgeving om die koe te laten grazen. Dat is toch, alle ziet dat, hopla! De eerste keer dacht ik geluk, die koeien zie ik nooit meer terug, dat die hier terecht kwamen. Vanzelfs. Ja. Je bent een koeienfluisteraar of je zegt het niet, hè? En daar heb ik ook Christoffel ook leren kennen. Hè? En eigenlijk toch wel merken dat je een beetje op dezelfde golflengte zit. Hè? Hier, ja, het is hier zo stil, rustig. Die zitten precies hier in het Wilde Westen. Ja. En dat, ja, sorry dat ik het zeg, ik ben een boer, maar dat vind ik een beetje tof, hè. Tuurlijk, maar het is toch gewoon om, ik weet niet hoe trots op te zijn, vind ik. Ik vind dat nou zelf ook. Die koeien terug in de heide te hebben en, ja. En voilà. Ja, die... Ik vind dat knap dat jij dat zegt. Terug zo wat verweven, hè. Ik vind dat knap dat jij dat meer... zegt, want jij zegt geen boer. Ja. Ja, want weet je wat mijn bezorgdheid is, Christoffel? Landbouw, ja, dat is heel veel geëvolueerd. Dat wordt steeds moeilijker. Om als boer nog overeind te blijven, moet je groeien, maar daardoor raakt eigenlijk bijna in een vicieuze cirkel. Ik ben dan niet direct wat je zou zeggen een oude mens, maar ik heb het hier zien veranderen en intensiever zien worden en allemaal grotere beerkarren en grotere stallen die gezet worden. Dat kunnen wij eigenlijk niet voorstellen, maar de melk is vandaag even duur als 30 jaar geleden. En daardoor is die boer vooral ook gegroeid. Moeten groeien ook. En dan moeten toch veel verlaten. Ik ben beginnen boeren, thuis een 35 koeien overgenomen. Ik ben er 40 gaan houden, ik ben er 50 gaan houden, ik ben er 60 gaan houden. En op les nog meer gaan houden. Maar uiteindelijk heeft me dat zo'n belasting gegeven dat ik dat moet stoppen zijn. Ja. Christoffel lustert er ook in en die, ja, die neemt dat ook aan. En dan krijg je veel meer een samenwerking. Ik denk zeker wel dat er ook bij natuurbeschermers mensen zijn die veel te nauw kijken naar alleen hun eigen dingen. Zeker in de dingen natuurbeschermer-boer valt er aan beide kanten gewoon nog heel veel te winnen door elkaar, naar elkaar te luisteren en elkaar te willen begrijpen en samen te werken. Dan.